vlees? Vlees? Veggie? Of wereldkeuken? Volg gewoon je eigen goesting. Want onze Njamchefs tonen je hier de weg naar snel, makkelijk en lekker koken. Visdag vandaag, want ik maak een heel lekker stoofpotje met scampi's, met inktvis. Ik doe er ook nog een krokant broodje bij en misschien nog allemaal alle andere dingen in. Want het is snel, makkelijk en vooral heel lekker klaar. En ik ga er gewoon aan beginnen. Bon. Ik begin met mijn inktvis. Ik ga dan misschien toch... last minute een extra plank voor pakken. Dat oogt heel mooi. Oké. Inktvis, tegenwoordig heel gemakkelijk te verkrijgen bij ons in België. Heel lekker, zitten heel veel smaken. Gemakkelijk te verkrijgen omdat dat heel veel gevangen wordt in de Noordzee. Het is op dit moment de tweede meest gevangen vis in de Noordzee, na de tong. En dat komt een klein beetje door de opwarming van de aarde, net schijnt. Komen die allemaal naar hier. En dat is... wacht, even een keer kijken. En daardoor zit er heel veel inktvis in. Er hangt ook af en toe een klein vliesje aan, je ziet dat. Ik probeer dat altijd te verwijderen. Als je inktvis klaarmaakt op de barbecue, is dat niet zo erg. Maar omdat dat wegbrandt, maar als je dat stoomt, dat is minder leuk. Dat is niet het leukste werkje. Laat dat over aan de kindjes. Of uw man, als die aan de hand geweest is. Maar het valt vrij goed mee. Zie je? Je wil niet dat er te veel draadjes aan hangen. Inktjes geeft ook gewoon heel veel smaak straks aan dat stoofpotje. En dat is echt een max. Kijk, zie je, af en toe hangt er hier nog zo'n klein draadje. Zo. Het zijn de kleine dingetjes, maar qua mondgevoel vind ik dat... wauw. Belangrijk. En daarom dat ik ook even toch een ander plankje gebruik. Zeg, als ik inktvis niet vers vind, mag ik dan ook diepgevroren inktvis? Jij mag dat. Gebruiken. Ja, jij mag dat. Maar als je het vers kunt vinden... Ik zeg het, het is op dit moment heel gemakkelijk te vinden in de winkels. Gewoon omdat... ja, de Noordzee zit er op dit moment vol van. Dus als je het vers kunt kopen, koop het vers. Het is wel echt een verschil. Je hebt vermoedelijk te veel inktvis. Daarna kun je het dan wel in de vriezer steken. Hè? Dus als je wat te veel inktvis hebt, steek het in de vriezer. Ik zie dat nu zit dan zo de ambetant stom velke. Zie je? Voilà. Laat u dat vooral niet tegenhouden om inktvis te maken. Hè. Eenmaal dat dat velletje eraf is, of zoveel mogelijk, is dat zo'n smaakmaker. En dat is totaal niet moeilijk om klaar te maken. Dat heeft niets nodig. Dat heeft zelf met moeite tijd nodig. Gewoon even een beetje warmte en liefde. En dan komt dat helemaal goed. Dat is het leven. Stel, ik wil daar calamaris of zo van maken, zo inktvis in een jasje, wat moet ik dan doen? Als je calamaris wil, maak je gewoon zo'n tempura-deegje. Zelfrijzende bloem. Je hebt verschillende recepten. Hè. Zelfrijzende bloem, wat spuitwater doe ik daarbij, ijskoud nog het liefst. Peperzout, papje van maken, erin doen, frituren. Halleluja, dat is toch het lekkerste van allemaal. En dat doet ons automatisch denken aan Spanje, maar eigenlijk heel vaak de calamaris dat we eten in Spanje komt van bij ons, vanuit onze Noordzee. Voilà, wist je dat je? Dus binnen een paar jaar komen de Spanjaarden naar hier om hier calamaris te eten. Voilà. Goed. Inktvis is klaar. Laat ik even wat leggen. Dan stoofpotje met venkel. Heel lekker, die anijssmaak. Supergoed. Ik smijt eigenlijk niets weg. Hè. Zo. Vis en venkel. Dat klinkt al heel goed. Dat klinkt al als een goed kookboek, eigenlijk, vind ik. Maar dat past heel goed samen. Hè. Dat ga ik dat nu niet gebruiken. Houd dat wel altijd bij. Dat smaakt een beetje naar, zelder. En je kunt dat gewoon gemakkelijk gebruiken voor je spaghetti-saus bijvoorbeeld. Steek dat dus nooit in de vriezer. En als je een venkel vindt met nog zo meer venkelgroen aan, is het nog beter. Dat is ook heel lekker. Zo weinig mogelijk wegsmijten is de boodschap. Ja, want sommige chefs zie ik daar zo wel dat hartje ook uithalen. Dat is niet nodig voor dit. Ik haal... Nee. Geen ik ga er altijd vanuit dat de hart van het witloof
Dat is de basis van de smaak. Of dat juist is of niet. Het duurt iets te langer om gaar te worden. Hè. Dat wel, maar goed, het komt in een stoofpotje, dus het wordt gestoofd. Dan wordt dat wel goed zacht. Een beetje olijfolie. Zo. Dus dit ga ik hier leggen. En niet in mijn mandje bij mijn sliertjes, bij mijn velkjes van de inktvis. Die ga ik wel nog gebruiken. Goed veel venkel. Keigoed, hè. En ook... Rauw is dat fantastisch, hè. Dat is... Dat in een slaatje. Een beetje appel, vinaigretje erbij. Zo goed. Even opleggen, eventueel op ijswater. Wordt heel kokant. Met een dun schiller bijvoorbeeld. Top. Mm-hmm. En dan doe ik het hartje er wel uit, bij een slaatje. Voilà. Verandert ook van smaak, hè. Venkel. Ik heb een vriend en die lust dat niet rauw, maar als je dat in een oven... Omdat het iets minder doorsmaakt, waarschijnlijk. Ja. Ja, en als je het roostert, karamelliseert dat een beetje. Hier wordt dat, neemt dat ook heel veel de smaak op van wat je er nog allemaal bij doet. Mijn kinderen eten het liever rauw dan gestoofd, eigenlijk. Die vinden dat lekkerder. Tintje look. Dat moet niet te fijn zijn. Het is in een stoofpotje, dus gaat het sowieso niet rauw binnen hebben. Zo. Dus je zegt stoofpotje, hoe langer dat op vuur staat, hoe beter? Of kunnen we het maken in 20 minuten? Nee, je hebt er een dag voor nodig. Dus succes aan de regie en de mensen van de camera. Bedankt. Nee, dat kan heel snel klaar zijn, omdat inktvis en scampi's zijn heel snel klaar. Als je die saus een dag ervoor maakt, is die natuurlijk beter. Maar je hebt stoofpotjes en stoofpotjes. Als je varkenswangetjes gebruikt, dan spreekt dat voor zich dat dat langer nodig heeft. Maar dit heeft geen gaartijd nodig. Hè? Okay. En als je dan met wat goede producten werkt, komt dat helemaal goed. Klassieke uitje erbij. Dat is ook zo'n ideaal gerecht om als je zo de avond ervoor een mosselsoupé hebt gehad. Of een mosselsoupé thuis gegeven hebt. Om nog zo de mosseltjes die je over hebt, daar nog op het einde bij te doen. Of zo het sap van de mosselen dat vrijgekomen is, om dat daar ook nog bij te doen. Dan maakt het... Ja, dat is... Dan zit je niet aan de zee, maar in de zee. Hè. Met je mond open. Hè. Dan iets minder zout. Dus, kei lekker. Dit is klaar in een wip. Je gebruikt witte ui. Heeft dat een reden, Jelle? Ik vind hier past witte ui wel in. Rauw pak ik liever rode ui of een zachte ui. Als ik bak, gebruik ik liever witte ui. Maar heb je rode ui liggen en geen witte, ga niet naar de winkel speciaal achter witte. Komt allemaal wel goed. Rustig blijven en lekker koken. Oké. En opruimen. Zo. Voilà. Dus dit moet even een klein beetje aanstoven. Ik doe daar nu al wat zout bij. Waarom? Dat lost die ui en die venkel lost nu al een vocht. En dat maakt het allemaal veel lekkerder. Dan begint al wat te stoven in het eigen vocht. Takje tijm. Mag er ook bij. Als je nog andere dingen hebt thuis. En andere groenten? Andere groenten? Er nog andere groenten bij kunnen? Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Daar kan paprika bij. Daar kan ook nog wat gerookt paprikapoeder bij. Daar kan courgettes, heel lekker, kan daar ook in. Eigenlijk is dat zo wat... Ja, het is een beetje een restjesverwerker, denk ik. Maar alle Zuiderse of Mediterraanse smaken zijn heel goed daarbij. Hè. Mm-hmm. Heel lekker. Fijn gesneden worteltje kan ook. Je kunt er eigenlijk zoveel mee doen als je wilt. Wat verse tomaten die je over hebt. Dus tomaten die al zo wat verlept in de koelkast liggen. Kan daarbij. Oké, scheutje pasties. De smaak van een potje petanque op de camping, vind ik. Ook anijs, extra anijs. Oh. Oeh. Dat riekt. Ja, je kunt het niet ruiken, hè, nu. Maar wel even zat nu. Ja, hoe doe je dat eigenlijk als je kookt met drank, Jelle, en je wilt dat ook aan je kinderen serveren? Zijn daar do's of don'ts? Als je drank in je eten doet, dan zorg je gewoon dat je alcohol zo snel mogelijk
weg is, hè, dat die gewoon uitgekookt is, dan kan dat geen kwaad. Voilà. Er is altijd een beetje een restje dat nog blijft zitten. Maar uw kinderen gaan er niet direct van slapen. Of zo. Zeker niet. En ze gaan niet nog anders door de living lopen. Dat kan allemaal geen kwaad. Dit is gewoon vooral als smaakmaker. Het is gewoon vooral die extra anijs die in die pastis zit, dat die smaak brengt. Altijd in de kelder staan. Conserven met tomaten. Altijd goed. Zo. Dat is een passata, denk ik. Ja, dat is een passata. Maar heb jij tomatenblokjes? Heb je... wat dat er nog allemaal net, die cubettis of ik weet niet wat. Dat kan daar allemaal ook bij. Dat is allemaal zeker geen probleem. Het gaat hem vooral om de smaak en de kleur en al de rest. Gebruik dat in je kelder staan. En iedereen heeft dat in zijn kelder staan. Dat is logisch. Wat ik ook nog bedacht is dat ik misschien gerookt paprikapoeder was ook lekker geweest. Maar dat vind ik op dit moment niet. Maar dat kan dus. Gerookt paprikapoeder kan daar ook bij. Het heeft nog wat extra touch. Een beetje chili. Ik kan ook een klein beetje water toevoegen. En dan laat ik dat even op het gemak pruttelen. Want ik doe er op het einde nog een goed scheutje room bij. Dat ken mij ondertussen al. Hè. Je moet niet vol verrassing in de zetel zitten. Wat doet hij dat? Ja, tuurlijk. Ik ben het. Ik doe er room bij. Oké. Okay. Scampi's. Kunt je al pellen op voorhand. Maar mijn gasten gaan zo blij zijn dat ze lekker eten hebben, dat ik zoiets zeg van, weet je, gun me dat dan dat het zelf pelt. Ik vind het op zich niet erg. Weet je, eten met je handen is ook wel leuk. Plus, er zit heel veel smaak in die schil. Dus het is eigenlijk bijna zonde om dat weg te gooien. Stel dat je veel meer tijd hebt, zou ik zeggen, doe die schil eraf, allee, die pel eraf en bak die eerst even mee. En haal het er dan uit, dat geeft nog zo die extra smaak. Zie je? Dat komt goed, hè? Dit laat ik even sprutten. Dat moet gewoon roze worden. En die inktvis, veel te veel inktvis, die doe ik er pas helemaal op het einde mee. Dat heeft juist warmte nodig, liefde nodig. En dan is dat ready. Oké. Okay. Ik ga daar nog een beetje broodjes bij serveren. Ik weet dat sommige mensen vis en kaas een no-go vinden. Je moet echt al je best doen bij mij om kaas... Om te zeggen dat kaas een no-go is. Je hebt gewoon iets nodig om die goede jus... Want er komt echt mega goede jus uit die inktvis. Om dat dan op te slorpen. En dat, die kaas, zeker zo parmezaanse kaas, dat geeft nog zo wat extra... zoutig, ziltige, umami, bom. Dat smaak, dat geeft nog extra. Als ons brood al een dag oud is, Jelle, mogen we daar ook nog mee werken? Je kunt brood altijd terug opwaarderen. Hè. Dat is het leuke aan brood. Het is zelf soms beter om brood die al wat ouder is te gebruiken. Hè. Niets weggooien. Dat blijft de boodschap. De boodschap dat ik altijd geef aan de mensen. Heb je oud brood? Dit ook. Maak daar nog croutons van. Wat het ook doet, dat is alles maar verloren brood. Past nu iets minder hierbij. Maar is je brood een dag oud of twee dagen oud? Totaal geen probleem. Je gaat toch helemaal nieuwe smaken aan toevoegen. Je gaat toch nieuwe texturen toevoegen aan dat brood. Je kan allemaal geen kwaad. Niets weggooien. Opeens zou ik dat er direct op doen. Verwacht ook niet direct een antwoord. Nee, ik zeg stil. Ik was even tegen de chef. Kent de chef, het antwoord. Mijn inner chef, bezig. En je gebruikt parmezaanse kaas. Ja, parmezaanse kaas. Ja. Ja. Het mag ook een beetje Belgische kaas zijn. Dat mag ook zeker. Maar op voorwaarde dat het een harde kaas is, neem ik aan. Een harde kaas, ja. Een harde kaas. Kijk, en die kaas daar rond gaat ook zo wat smelten. En dat is wel leuk. Bij dat stuk dat ik in mijzelf aan het praten ben, kun je misschien zo die rat van Ratatouille zo... Kun je dat wel editen, zeker? Nee. Dat is leuk aan dit programma. Maar dan krijg ik wel antwoord. Hè. een nee heb je en een ja kunnen krijgen. Maar ondertussen heb je daar ook nog iets groen op gedaan. Dat was
Goed gezien. Ja. Dus een beetje verse kruiden nog, voor extra smaak. Ja, eigenlijk kunnen we daar ook nog wat lookkruiden op doen, of wat verse look, of nog wat boter, of nog wat smaakmakers die er allemaal liggen hebben. Dus ik zou zeggen... Voilà. Oh, maak vooral dit recept als... Ja, van uw eigen. Doe er andere dingen bij. Kan zeker. Nog even terug naar de les. Dus je hebt je broodjes in de oven gestoken. Die oven was al voorverwarmd, hè? 200 Mijn graden. Mijn oven was al voorverwarmd, ja. 200 graden. Boven- en onderwarmte. Hoe lang ongeveer? Tot wanneer dat krokant is. Okay. Voilà. Denk een vijf of... Ja, het is wel even een Joske Vermeulen moment als het thuis is. Maar dus, ja, dat heeft echt niet zo heel veel nodig, zolang het wat krokant is. Dit ga ik er subiet bij doen. Want ik denk... Ik heb nog wat tomaten in mijn koelkast. En ik ga daar ook nog wat een slaatje van tomaten bij geven. Kwestie van... Het is gezond, hè? Ah ja, nee, wacht, daar komt er gewoon bij. Laat maar, de tomaten zijn gezond. Het is vooral snel, makkelijk en lekker. Snel, makkelijk en lekker, ja. Dat is toch een goed titel voor een programma, eigenlijk. Hè. Pak een goed mes, een scherp mes, een kartelmes. Zo, en dan gewoon nog wat tomaten op het bord leggen. Mooi op voorhand kruiden met peper en zout. Zo. Dan hebben de mensen nog zo wat extra tomatensoepje. Ik heb hier al de helft van de basis van de tomatensoep. Hè. Of van de spaghetti. Terwijl ik mijn inktvis erbij doe. Ik ga niet alles gebruiken. De rest zijn... Oh, misschien toch calamaris van maken dan. Ideaal. Kijk, en dan heeft dat eigenlijk niet zo heel veel nodig. Een minuutje of zo. En dan moet er nog bij room. Eerst nog mijn tomatjes snijden. Dat is ook pas op het einde, hè? De room. Is dat een reden? Gaat dat je kunt dat er eigenlijk al bij doen. Nee. Maar als je volle room gebruikt, dan schift dat niet. Of dan moet je echt al heel hard je best doen. Omdat dat heel veel vet bevat. En dat is gewoon vooral moeilijker om te schiften. Dat gaat wel in competitie met het vocht hier, maar de room wint. Altijd eigenlijk. Dus dat is eigenlijk niet nodig. En stel dat het schift, dan moet je gewoon een nieuwe binding maken. Een beetje van die room in een nieuwe pot. En dan de rest erbij doen. Dan ontstaat er eigenlijk een nieuwe binding en dan is dat weg. Opgelost. Nee, maar echt, dus... Die pasties is zo goed, hè. Goed veel zout. En dan even laten staan, hè. Dan trekt dat volledig in uw tomat. En dan komt er zo van onder een goede jus vrij. Zo. Dan ga ik dan nog... Ah ja, wacht, dat kan ik misschien ook nog doen. Wat citroenzesten. Dat is ook fris. Een beetje citroensap. Zo. Waarom mag er per week zeker één keer vis op je menu staan, Jelle? Vis is gewoon zo lekker. Vis is gezond. Dat smaakt voor mij naar vakantie. En ik heb tijdens een drukke werkweek graag zin in de smaak van vakantie. Voilà. Ook al komt het uit de Noordzee. Toch smaakt het naar vakantie. Kust is ook vakantie. Hè? Ja. Voilà. Beetje room erbij. Maar deze is de. Dat is volle room, hè? Dat is volle room. Ja, ja. Welk vetpercentage heeft dat dan? Wat zeg je? Welk vetpercentage heeft dat dan? Het 40%. Ah, ja. Ja. Kan dat beetje... nog voller of is dat het maximum qua percentage? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik denk dat dit zo bijna het maximum is dat je vindt in de winkel. Mm-hmm. Daar heb ik eigenlijk geen idee van. Goeie vraag. Ja. We zoeken het op. We gaan dat doen. Nee, ik kies altijd voor 40%. Ik doe me wat denken aan mijn examenresultaten vroeger. Zeer lekker. Maar kijk, je ziet dat ook heel lekker erbij. Wat chorizo. Was ik bijna vergeten. Dat zou ook nog top zijn. Een beetje krokante chorizo hierop. Of erin. Omdat daar ook weer die paprika in zit. Ik ga nog een klein beetje water bij doen. Zo.
Even kijken naar mijn broodjes. En het vuur blijft onder onze pot opstaan, hè? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Dat kan. Oké, dat wordt ook kant. Dat heeft nog een minuutje of twee nodig. Dan ga ik wat basilicum gebruiken. Dat is een extraatje. Zo. Je hebt kinderen, Jelle. Geef ik ons heb kinderen. De... Zegt, de manier waarop dat het zegt, klinkt al zo. Geef ons eens de ultieme tip om zo door de week snel, makkelijk en lekker te koken. Voorbereiding. Alles okay. Zit in de voorbereiding. Jezelf niet te moeilijk maken en weet op voorhand wat dat gaat maken. Gewoon dat is het. Je hoeft niet alles perfect helemaal uitgeschreven te hebben, maar gewoon wetende, oké, vandaag maak ik iets met taco's en dan zie ik wel of ik nog iets over heb van gisteren of niet. Maar als je dat weet, ja, dan moet je daar al niet meer over nadenken. En dat geeft wat gemoedsrust. Want ja, op het einde van de dag heb ik ook heel veel honger. Het zal u misschien verbazen. Maar op het einde van de dag heb ik ook gewoon keiveel honger. En als ik dan, als mijn kinderen dan een klein beetje lastig zijn en ik weet nog niet wat ik ga maken, dan ben ik veel lastiger. En ja, dat wilde niet, hè. Ja. Doet de Messi-chef ook aan meal preppen in het weekend? Ik meal prep vaak op zondag. Okay. Zowel halve dingen. Geen gerechten. Maar mijn groenten zijn al aangestoofd dat ik de volgende dag enkel nog maar mijn gehakt moet bijdoen. Mijn puree is al gemaakt. Zo dingen. Ja, ja. Ja, omdat ik warm niet graag mijn eten op. Omdat dat voor mij is koken heel veel ontspanning. En ik heb dat gewoon nodig tijdens de week om mij te kunnen ontspannen. Mm-hmm. Laat even wat koken. Ik ben klaar. Halleluja. Het is, ja. Ik had misschien een iets grotere lepel kunnen voorzien. Er zijn hier veel kleine etens aan vooraf gegaan, denk ik. We nemen notas. We nemen het mee. Oké. Okay. Stoofpotje. Kijk maar echt, het heeft zo... een roze... Ja, die scampi's zijn bijna gecamoufleerd in die heerlijke tomatenroomsaus. Die inktvis, die is perfect, perfect, perfect gaar. Perfect, perfect gaar. Daar zit zoveel smaak in, hè. Dat is niet normaal. Het is al bijna een vies soepje. Zeg. Het is een compliment. Het is, ja. Oké, okay, ja. Het is een soepje, het is een... Ik noem het een stoofpotje. Zeker met dat broodje daarbij. Oh, dat broodje. Was dat een goede manier om te zeggen... Jelle, je vergeet je brood. Brood. Ja, hè. Ik voelde hem. Ja. Zo. Broodjes erbij. Schone kan. Wow. Er komt zo wat de inner samurai in mij naar boven. Zo. Zo, zo. Basilicum erbij. Maar dat is goed eten. Voilà. Heel lekker visstoofpotje met inktvis, een beetje tomaat erbij. Parmezaanbroodjes. Doppen maar en daarna in de zetel zetten. Doe wat je wilt. Uw dag is al geslaagd, want het is tuut lekker. Smakelijk. En als de recept mensen... op Jan, ja, het recept op jan.tv trouwens. Yes. Maar dat is van de jongens. Morgen kookt Sarah Pozzo snel, makkelijk en lekker. Zij zet dan een veggie gerecht op ons weekmenu. Tot dan, tot Njan.